En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 25 augustus. Een groot deel van ons gebied blijft droog. Gedurende de avond boven het zuidoosten van het land, op enkele plaatsen, bestaat mogelijk kans op perioden met lichte tot soms matige regenbuien. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, vrijdag 25 augustus, blijft het overwegend droog boven ons land. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 25 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.